Kom, fijn dat u er vandaag met zoveel hier weer bent. Hier vandaag om elkaar het nieuwe jaar weer heel veel geluk toe te wensen. Hier in ons prachtige theater, het Speelhuis. Waar de afgelopen weken Barry the Musical volle zalen trok en prachtige recensies. Het is een goed Helmond succesverhaal. Muzikaal toptalent. Samenspel van heel veel vrijwilligers. Dames en heren, dit was inderdaad Helmond op zijn best. Compliment, we konden het jaar niet beter eindigen en we konden het jaar niet beter beginnen. Inderdaad, een compliment. Maar toch, denkende aan 2014, dan moet ik regelmatig terugdenken aan die warme zomeravond van 23 juli van afgelopen jaar. De stille tocht. Duizenden Helmonders die een indrukwekkende stille tocht hielden voor de slachtoffers van vlucht MH17. De vlucht die zo tragisch eindigde in het luchtruim boven de Oekraïne. Voor onze inwoners, Jennifer van der Leij en haar zoon Ronan en voor Joop de Roo. Helmond leefde mee met alle slachtoffers en alle nabestaanden. En ik zag een wit lint van verdriet en medeleven door Helmond trekken. En dat raakte mij diep. Het emotioneerde mij. Een stad die in verdriet zo kan meeleven, zo kan verbinden, zoveel steun kan geven. En ja, op dat soort momenten voel ik het. Ik ben trots om van u, van Helmond, burgemeester te mogen zijn. U bent de kracht van de stad, in goede en in slechte tijden. Het fundament van onze gemeenschap. Wat zijn we zonder elkaar? En dames en heren, mede namens het college van burgemeester en wethouders wens ik ook u allen een prachtig en een gezond 2015 toe. Met heel veel geluk, heel veel liefde, heel veel voorspoed en vooral gezondheid. Laten we er samen een heel mooi jaar van maken. En om daar maar eens mee te beginnen. Ook ik heb een vraag aan u. Wie van u heeft de laatste maanden het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht? Want wist u dat het Rijksmuseum nadrukkelijk een Helmonds klimaat heeft? Kuipers Installaties nam het klimaatbeheer in het museum voor zijn rekening. Een top uitdaging met een topprestatie. Kuipers is een door en door Helmonds familiebedrijf. Het staat model voor de innovatiekracht van ons bedrijfsleven. Vanuit een DNA van vakmanschap en van ambachtelijkheid vernieuwde dit bedrijf zich keer op keer. Het is een slim maakbedrijf dat op veel markten een voet tussen de deur heeft. Helmond heeft meer van zulke slimme makers in huis. Goudklompjes zijn het. Zoals de Huibrechtsgroep. Dat is een echt Brabants familiebedrijf. En bijna alles wat u eet, zitten kruiden, zitten poeders, zitten smaakstoffen van Huibrechtsgroep uit Helmond. Wereldwijd bekend. En het is geen toeval. Helmond loopt voorop op het gebied van voedseltechnologie. Of automotive. Wereldspeler Netschroef, gevestigd in Helmond. En ik durf wel te stellen dat in bijna alle auto's in de hele wereld een onderdeel zit van Netschroef. Het zijn schroeven, het zijn bouten.
meer dan 100 jaar traditie hier in Helmond. En dan de high-tech. Het familiebedrijf AAE van William Pijnenburg. Hoogwaardige technologische machinefabrikant. Een toponderneming in een internationale wereld. Die ook nog eens Helmond als stagestad op de kaart zet. En wie heeft die prachtige Rabo-commercial op de tv niet gezien? Over Helmond stagestad. Over kansen die AAE geeft aan talent. En talent is meer dan een rapportcijfer. En dan natuurlijk een van onze grootste werkgevers. De Vlisco. Net zo beroemd in Afrika als merken als Gucci en Chanel hier zijn. Popsterren dragen Vlisco. Maken reclame voor Helmond als het centrum van de haute couture. En je kunt dat alles de slimme economie van Helmond noemen. Ja, we werken hier aan de voeding van de toekomst. En ja, we experimenteren met de mobiliteit van de toekomst. We innoveren en we creëren. We delen onze kennis. En dat zijn de speerpunten voor Helmond. Die slimme economie, die hebben we nodig om een vitale centrumstad te zijn en te blijven. De centrumstad van de Peelregio. Om die slimme economie een kans te geven, moeten we bedrijven aan ons binden. En binden doe je als je aantrekkelijk bent. En aantrekkelijk zijn ben je als je goed bereikbaar bent. Als je er goed kan wonen. Als je er goed kunt winkelen. Als je er goed kunt uitgaan. Goed kan eten. Cultuur kan beleven. Kortom, een stad met een excellent vestigingsklimaat. En dat vraagt om investeringen in onze stad. Investeringen in ons centrum. Ruimte geven voor innovatie en ruimte geven voor ondernemen. En investeren in onderwijs. Juist nu de economie weer tekenen van herstel laten zien. Ondernemers die investeren in onze stad, die hun bedrijf in onze stad willen vestigen of willen uitbreiden, moeten we toejuichen. Werk voor iedereen. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. We timmeren al heel goed aan de weg. Want in 1980 waren er in Helmond 21.000 arbeidsplaatsen. En nu zijn er dat bijna 2 keer zoveel. En dat zijn imponerende cijfers. En deze lijn, deze opgaande lijn, moeten we voortzetten. Samen. Om de centrumstad van de toekomst te worden. En dit, dames en heren, vraagt om een andere overheid. Een slimme overheid. Eentje die wat meer op afstand staat en een stapje terug doet. Die meer ruimte biedt aan onze inwoners, onze bedrijven en onze partners in onze prachtige stad. Ruimte voor eigen initiatieven, eigen verantwoordelijkheid. Niet met woorden, maar met daden. Een kleine overheid die los durft te laten. Een overheid die werkt vanuit vertrouwen, vanuit verbinden, vanuit creatie. Die initiatieven de ruimte geeft. Kortom, een slimme overheid. 2015 kunnen we daar direct mee beginnen. Vanaf vandaag ligt de verantwoordelijkheid voor onze jeugd, voor onze ouderen, voor de arbeidsmarkt bij de gemeente. De 3 decentralisaties. Nieuwe taken, grote verantwoordelijkheden. En dat kunnen we niet alleen. Dat gaan wij samen met elkaar doen. En 2014 stond in het teken van voorbereidingen. Maar van vandaag gaat het om echte mensen.
om u, om uw kinderen, om onze ouders. En het is spannend. Gaat het lukken? Kunnen we met elkaar de zorg verlenen waar u recht op hebt? Wat nodig is? Ik heb er vertrouwen in. De voorbereidingen zijn goed. En wij weten hier van aanpakken en van doorpakken. En als het even niet goed gaat, zijn we flexibel genoeg om bij te stellen. Dames en heren, het zal u inmiddels zijn opgevallen dat ik vaak het woord slim in de mond neem. En dat is niet voor niets. Want de toekomst is aan slimme steden, smart cities. Naar verwachting woont 70% van de wereldbevolking in 2030, en dat is nu over 15 jaar, in een stad. 70%. En deze trek van het platteland naar de stad betekent iets voor de ontwikkeling van zo'n stad. Steden zijn zenuwcentra voor economische groei, voor sociale interactie en voor innovatie. En hier ligt dus onze uitdaging. Voor de leefbaarheid van zo'n stad, voor de duurzaamheid en voor het milieu. Steden moeten zich dus slimmer gaan ontwikkelen. En slimme steden, hoe zien er die eigenlijk uit, slimme steden? Een paar dingen vallen daarbij op. Ze zijn innovatief, experimenteren letterlijk op straat, kennen een vernieuwende gezondheidszorg, zijn schoner en ze zijn veiliger. En participeren heel actief in netwerken. En nu Helmond. Allereerst innovatie. Helmond heeft het meest innovatieve kruispunt van Europa. Uitgerust met de laatste technologieën op het gebied van verkeersveiligheid. Helmond experimenteert op straat. Investeert in slimme verkeerslichten. 14 kruispunten communiceren met elkaar. Dit bespaart tijd, dit bespaart brandstof. Onze eigen stad als proeftuin, als centrum voor smart mobility. Maar ook de vernieuwende gezondheidszorg. Ook op dit punt heeft Helmond een aardig cv. Onze Helmond Zorgacademie is uitgegroeid tot een rolmodel in ons land. De grote zorgwerkgevers in onze regio werken samen met ROC ter A. Kies je voor een zorgopleiding, dan zit daar een baan aan vast. En dat is uniek. Een slimme stad is ook schoner en veiliger. We hebben een prachtig nieuw treinstation in het centrum. De Rode Loper van Helmond. Met dit station hebben we de Brunel Award 2014 gewonnen. Dat is een prestigieuze designprijs. Het is toch ook prachtig? Ook heeft Helmond de prijs voor het schoonste stationsgebied van Nederland ontvangen. En zo'n slimme stad participeert actief in netwerken. Op dit vlak telt Helmond volop mee. Ik heb zelden een omgeving gezien die zo kan samenwerken. Zowel in de stad als daarbuiten. U zelf bent daar een voorbeeld van. Hier heerst niet de cultuur van wat kan de stad voor mij betekenen, maar wat kan ik voor de stad betekenen. En dat is uniek en dat moeten we met elkaar vasthouden. Maar nu buiten Helmond. Neem onze samenwerking in de Peel. Hierin werken we met 6 gemeenten samen. Omdat we geloven in elkaars kracht. De verbinding tussen stad en platteland. Dat brengt extra elan. Dat versterkt onze positie. En Peel-samenwerking past bij onze identiteit, bij wie we zijn en bij wat we zijn. Als stad, als regio en als mens. Maar neem ook onze samenwerking in de Brainport, de economische hotspot van Nederland. Brainport is ons label
waarlangs Helmond haar internationale ambities realiseert. Daar waar ons economisch perspectief ligt. Wij, Helmond, zijn in beide allianties prominent aanwezig. Helmond is dé verbindende schakel binnen de regio Zuidoost-Brabant. Dit noemen wij slim samenwerken. Dames en heren, onze centrumpositie, de positie van Helmond, geeft ons de verplichting om de handen ineen te slaan. Te investeren in een sterke economie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Om zo de toekomst van onze stad elan te geven. En zo geven wij inhoud aan een smart city. Dames en heren, er is veel werk aan de winkel. Dat zal u niet zijn ontgaan. Maar gelukkig, ik hoef het niet alleen te doen. Afgelopen jaar vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En u heeft gekozen. De stad heeft gekozen. We hebben een nieuwe gemeenteraad. We hebben een nieuw college. Een college waar u als stad trots op kunt zijn. Een daadkrachtig en een ambitieus college. En dat is maar goed ook. Helmond staat voor hele grote uitdagingen. Dat vraagt om aanpakken. Met de SP, CDA, VVD, GroenLinks en Helmond Actief kunnen we spreken van een brede coalitie. Een coalitie die vooral samen met de stad het verschil wil maken. Samen willen investeren in zo'n slimme stad, waar u aan zet bent. U in dialoog, in gesprek. Dames en heren, ik vind Helmond een stad om van te houden. Van de mensen, van de omgeving, de dynamiek en de uitdaging. Ik voel me hier thuis. 11 prachtige wijken. Meer dan 200 evenementen op een jaar. We hebben sporthelden. We hebben muziektalenten. We hebben prachtige ondernemingen. Een stad waar je echt voor wilt gaan. En al 20 jaar kiezen wij met elkaar de Helmonder van het jaar. 20 jaar, 3 nominaties per jaar. En het is ieder jaar weer dringen. En het is ook weer spannend wie deze titel weer binnen kan slepen. Er zijn zoveel inwoners die Helmond op een ongekende wijze op de kaart zetten. En daartoe behoren zeker de 3 genomineerden van dit jaar. Op hun eigen manier zijn het alle 3 helden. Taalvirtuoos Wim Daniels. Voetbalcorrifee Berry van Aarle. En maatschappelijke gangmaker Mario Kolen. Maar het blijft spannend. Straks maak ik bekend wie van hen de winnaar is. Maar als ik het over een winnaar heb, over helden, dan denk ik aan u. U bent de kracht van de stad, in goede en in slechte tijden. Het fundament van onze samenleving. Wat zijn wij zonder elkaar? En juist daarom ben ik ervan overtuigd dat Helmond die slimme stad is die de toekomst aankan. Te beginnen in 2015. Het gaat u goed. Dank voor uw aandacht.